Geuken Cahier is met ingang van het nieuwe seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Excelsior 20. Dat heeft het voetbalbestuur van Excelsior 20 dinsdag bekendgemaakt. Cahier was als speler al vele jaren actief voor de Schiedamse club die momenteel uitkomt in de tweede klasse. De 36-jarige Cahier is nu trainer van het tweede elftal van Excelsior 20. Daarvoor trainde hij de C-junioren en de A-junioren van de club. Cahier is de opvolger van Kevin Stiefel die aan het einde van dit seizoen vertrekt bij Excelsior 20.